Ik heb met Roseline afgesproken op stal, want wij gaan vandaag iets leuks doen. Heb je zin in je challenge? Wat vind je ervan? Oh, ik heb kramp. Juist! Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vrijdagavond. Het is een hele warme dag geweest. Het is de dag na mijn wedstrijd, mijn dressuurwedstrijd van gisteren. Waarin ik 4 punten reed. Als je de vlog nog niet gekeken hebt, kijk hem dan nog eventjes. En ik heb met Roseline afgesproken op stal, want wij gaan vandaag iets leuks doen. Leuks. Ik heb heel Asia en Lolly. Ik wilde wat laten zien, want ik heb een nieuw dekje gekregen. Zit nog in een verpakking. Ik heb ook die legging aan. Hij is wel netjes, hè? Dus ik ga jullie zo vertellen wat wij gaan doen. Kunnen jullie al raden wat wij gaan doen, jongens? We zijn gespot. Ziet er heel moe uit, ja. It's that time again. Bye, mommies. I'm going. Dit is dan net jammer, want hier zijn meer appeltjes dan de andere kant. Maar dat wilde ik eigenlijk laten zien. Want ze wordt sowieso heel erg blond. En ze begint appeltjes te krijgen. Echt heel leuk om te zien. En ze wordt lekker een beetje fatty. Nou, niet vet, maar hè, begint wat op te zitten. Lekker door eten, hè? Heb je zin in je challenge? Waarom deden we dit ook alweer? Omdat ik weer weddenschap verloren. En wat was dat? 250 duimpjes? 250 duimpjes op de Q&A video. Ja. Daarover gesproken, de Q&A video krijgt een vervolg. Want wij gaan aanstaande dinsdag naar Zeeland, naar Ruitersportcentrum De Crow. Om daar alle informatie te krijgen over bodyprotectors en airjackets. Dus dat is super tof. Dus dat gaan we dinsdag doen. Maar vandaag ga ik eerst mijn leven wagen zonder zadel. Woep woep. Jezelf proberen. Hij kan altijd nog helpen. Je kan dat stukje wel op. Ja, braaf. Goed zo. Goed zo. There she goes. Nou, ze zit. Lekker tegenlicht is. Je ziet er maar niks van. Maar... Oeh, dit is heel... Ja, ze is wel smal. Oh, ze is rete smal. Oh, jeetje. Oh. Die pet zit wel lekker. En wat eronder zit? Smal. En ik ben bang dat als ze één gekke beweging maakt, dan voet. Kans is aanwezig. Wat zei je? Die kans is aanwezig. Ja, omdat je dus niet zoveel hebt om vast te houden. En je wil ook niet je benen klemmen. Nee, dat zou ik niet doen. Nee, want slecht plan. Ja, klem is hobbelen. Dus dat is een beetje balans vinden. Ja. Het is wel ontspannen. Mooi. Ja, dat is ook weer flippend. Ontspannen of moe? Ontspannen. Okay. Moe niet, want ze is wel allergisch. Ja. Hoe vind je er zitten? Hoe vind je er zitten? Best wel oké. Ja. Ik val me niet tegen. Nee, je zit best comfortabel. Als je dan dit in huur, ja. Dan wordt het even moeilijk. Ja, je moet er wel over de rug houden.
Wat vind je ervan? Oh, ik heb kramp. Oh. Oh, maar even een dit vergt nog een beetje... Oud wief! Dit vergt nog een beetje oefening. Ja. Klein, minuscule beetje. Nou, voor de eerste keer zo is het echt super, toch? Ja. Wat heb je nou weer gedaan? Ja, ik dacht, doe eens gek. Kan ik nooit normaal met die meid. Het is extreem zijn, hè? Van het ene uiterste naar het andere. Ja, ik dacht, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. En dan gaan we dinsdag ironisch genoeg voor body protectors en air jackets kijken. En nu gewoon scheid aan alles. Niet soepel worden. Heb ik het in mijn hoofd ook? Oh, Lietje, jij bent lenig! Te lang niet geoefend. Kijk, je hebt dus altijd baas boven baas. Met voorzorgsmaatregelen. Met voorzorgsmaatregelen, want Roseline die heeft het leuke idee om een sprongetje te maken. Zonder hoofdstel. Oh. Op een berberpet. Wel met body protector en met cap op natuurlijk. Maar ik ben benieuwd. Roos is gewend om zonder zadel eigenlijk te rijden. Die heeft haar vorige paard heel veel zonder zadel gereden. Ze kan ook zien, ze heeft een hele onafhankelijke, makkelijke zit. Gaat veel simpeler bij haar. Ze kan goed sturen. Goed aangaloperen. Zoveel makkelijker. Echt heel leuk om te zien. Ook best wel bijzonder dat ze al zo'n team is eigenlijk met Baloo. En dat ze dit eigenlijk al allemaal zo makkelijk kan doen met haar. Zonder gedonder. Zo lekker. Zo fijn. Echt een lekkere vrijdagavond. Nou, daar gaan ze. Ondertussen wordt daar het rijwerk gesloopt. Heel leuk. Ik ben heel benieuwd wat ze doet. Oeh, en ik ineens heel spannend hoor. Ja, super. Super. Dat mag niet. Nee. Zo. Opletten, Lou. Ja, ze zet er goed af, ja. Kijk, in één keer is ze wakker, hè? Opletten, Lou. Oeh. Goed zo. Juist. Super. Nou, dan wilde ik er eigenlijk nog een steltje van maken. Nee, doet je, Lou? Ja, super. Keurig aangereden. Juist! Laatste rondje, want we hebben de sprong nog ietsjes omhoog gelegd. Roseline houdt wel van een uitdaging, zullen we maar zeggen. Dus we zullen eens even kijken. Blue doet echt super braaf. Er is eigenlijk niks te merken of dat je met of zonder zadel en met of zonder hoofdstel rijdt. Ze is zo braaf. Knap hoor. Echt heel leuk. Nou, rondje om de wereld om te kijken of dat ze helemaal bomproef is. Zou je denken. Slaapkop. Ja, rennen. Ja. Lulu. Goed zo. Braaf. Wat doet die gekke meid nou allemaal? Goed zo.
Braaf. En dan in één keer een heel ander beeld. Het is 11:45. Onze avond liep heel anders dan we verwacht hadden. Nadat we klaar waren met Baloo, of eigenlijk tijdens het rijden van Roseline, viel het ons op dat een van die paarden in de wei lekker lag. Dus de bijrijder was erbij. En we hebben nog een leuke foto gemaakt, want ze lag echt lekker te liggen. Maar op een gegeven moment stond ze op en ging ze 2 meter laten, of zeg maar 2 passen lopen en dan weer liggen. En toen dacht ze, dat is bijzonder. En dat gebeurde nog een keer. En op dat moment ging ze ook echt zo met haar benen naar de buik slaan. Toen dachten we, dit is niet goed. Dus we hebben, of tenminste, ik was natuurlijk met Baloo bezig. Ze hebben haar uit de wei gehaald en op stal geprobeerd te zetten om in ieder geval eventjes de temperaturen en het stukje van de wei naar stal wilden ze op de stenen gaan liggen. Nou ja, als er iets niet goed is, dan is dat het natuurlijk. Temperatuur was 38,2, maar ze was echt, of hij moet ik zeggen, drijfnat van het veet. Toen zijn we een rondje in de bak gaan stappen, hebben we direct colossan gegeven en zijn we, is de dierenarts gebeld. Ja, als je moet wachten op een dierenarts, duurt het altijd lang. Colossan leek ietsjes te helpen, maar het paard liet zich gewoon vallen, zeg maar. Mesten nog wel, dus dat was het positieve. En eigenlijk hebben ze denk ik 10 minuten of zo met het paard aan de hand gestapt tot de dierenarts was. 10 minuten, kwartier denk ik. De dierenarts kwam aan, die stapte uit en die zei, dit is echt niet goed. Die heeft er meteen iets voor de koliek ingestopt. Dat wordt dan natuurlijk via de aders toegespoten. Dus dat moet eigenlijk direct werken. En er leek wel iets verbetering weer in te zitten. Maar om te kijken wat voor koliek er aan de hand was, moest hij dat paard opvoelen. Dus dan moet hij met zijn hand zeg maar in het achterste deel van het paard. Maar omdat het paard elke keer zich ging rollen en liet vallen, kon hij dat ook niet heel safe doen. Uiteindelijk hebben we met 3 man het paard soort van vastgehouden. En heeft hij kunnen opvoelen en kwamen erachter dat ze dat paard last van een darmdraaiing had. Er is over te twisten of dat operatief goed gedaan kan worden. Maar het hele ding was, we kregen het paard gewoon nooit de trailer in. Hij liet zich gewoon elke keer vallen. Zoveel pijn had hij. Het was echt, ik heb wel eens een kolieker meegemaakt, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. We hebben er nog over getwist natuurlijk om het paard naar Utrecht te brengen voor verder onderzoek en eventuele behandeling. Maar er was gewoon niks mogelijk. Kon gewoon niet. We konden het niet vervoeren. Dus uiteindelijk is de keuze gemaakt om hem te euthaniseren. Echt heel heftig. Ik ben me echt rot geschrokken dat het zo snel zo ontzettend slecht kan gaan. Het ding is ook nog, het is het paard van de stal-eigenaresse en die is op vakantie. Dus we moesten het slechte nieuws ook nog brengen. Dus ja, dat is gewoon
sneu. Vooral omdat het dan niet de eigenaar is die zelf de keuze kan maken. Maar nu zei de dierenarts, het is mijn keuze. En gelukkig, dit is de vaste dierenarts die ook kwam. Dus dat was wel super fijn dat hij zei, we doen het op mijn verantwoording, want dit kan niet meer zo. Dus die is geëuthaniseerd. Maar ik ben gewoon zo bizar geschrokken dat het binnen nou een tijdsbestek van maximaal anderhalf uur gewoon echt gewoon zo ziek, niet normaal. Zoveel buikpijn, zichzelf zo laten vallen. Ja, het was echt heel heftig. Nu is het namelijk ook nog zo. Het is vandaag heel warm geweest. Morgen wordt heel warm. Het is vrijdagavond. Als je je paard wil laten ophalen en er dus niet voor kiest om dat door een crematorium of iets te laten doen, maar dan door de rendak. Zou het beleid zijn dat die pas maandag opgehaald wordt. Dan moet hij dus nog twee hele volle dagen aan de weg of ergens op het erf liggen met de zon. Ja, dat wil je niet. Dus uiteindelijk is er nu geregeld dat het paard als het goed is morgen opgehaald wordt. Dus we hebben hem vast klaargelegd zodat hij morgenochtend opgehaald kan worden. En daarna hebben we nog eventjes nagepraat en zijn we allemaal naar huis toe gegaan. Maar het was echt zo bizar. Besef me in één keer weer even hoe kort het leven is. Je wordt zo met je been op de grond gezet. Niet alleen voor mensen natuurlijk. Kijk, je kan in een auto zitten aangereden worden en ook hartstikke doodgereden worden. Even heel plat door de bocht gezegd. Maar dat kan met paarden ook zo. Je kan gewoon een toppaard hebben. En dat kan gewoon binnen anderhalf uur gewoon hartstikke doodgaan. Omdat hij zo ziek is en er gewoon niet te helpen is. Niks aan de hand ook. Ja, echt. Echt heel bizar. Dus vandaar dat ik de vlog nog niet had afgesloten. Maar dit is natuurlijk wel iets menselijks. En dit komt waarschijnlijk veel vaker voor, helaas. Dus het is wel iets om goed over te... Oh, ja, om te delen vind ik dan. Ik vind niet dat ik daar verstoppertje om hoef te spelen. Maar zoals jullie kunnen zien ben ik er echt heel erg van geschrokken. Ik ga nu nog eventjes een glaasje limonade drinken en dan lekker mijn bed in. Dus ik wil bij deze de vlog afsluiten. Hopelijk hebben jullie in ieder geval wel genoten van de rijbeelden, want dat heb ik wel gedaan. En dan zie ik jullie in de volgende vlog weer. Doei!